Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij alweer een gloednieuwe video. Een top 10 is het zelfs. De zesde aflevering alweer. En in deze top 10 gaan we het hebben over de 10 meest voorgekomen personages in de afgelopen 100 vlogs. Ik heb natuurlijk laatst de 100ste Harme Frodo vlog geüpload. Samen met een enorme groep aan mensen zoals Lucas, Thijs, Tamar, Linde, Guido, Leon. Heel veel mensen. En dat waren ook mensen die heel veel zijn voorgekomen in de afgelopen vlogs. Maar de echte top 10 is bij de meeste van jullie nog niet bekend. Behalve dat ik hem één keer op mijn Instagram heb gezet. Dus laten we meteen overschakelen naar de top 10. I thought that I've been hurt before. Op de 10e plek staat meneer Van der Wal. Een van mijn begeleiders van de Schotlandreis. In de Schotlandreis zaten 9 opnamedagen. Waarvan hij er in 6 is voorgekomen. En hij heeft niet heel veel gepraat of zo, maar elke vlog was hij er wel even. En ik denk dat zijn hoogtepunt het moment was dat hij bij Urquhart Castle niet wist te vertellen wat zijn eerste indruk was. Wat is uw eerste indruk? Je hebt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Ik heb een nieuw. Ja, dat klopt. Daar is de bolder. Grote bom. Harmen, wat zie je achter je daar, dat torentje? But no one's ever left me quite this sore. Op de 9e plek alweer staat meneer Wolters, een andere begeleider van de Schotland-serie. Die ook in 6 van de 9 Schotland-vlogs is voorgekomen. En dus in 6 vlogs in het totaal. Alleen is meneer Wolters net iets vaker in minuten voorgekomen dan meneer Van der Wal. Wat hem plaatst op de 9e plek. En het hoogtepunt wat ik heb meegemaakt met meneer Wolters zijn eigenlijk 2 hoogtepunten. Het ene hoogtepunt is de dag dat ik corvée had samen met meneer Wolters. Omdat ik een paar stickers in de groepsapp had geplaatst. Wat leuk dat deze zieke prank nu toch op de vlog staat. Hè? Luister man, het is 8:15. Ik ben moe. Jij bent moe. Niet. Ja, ik vind het wel een zieke prank. En hier nog Linde achter ons ook. En we gaan lekker de tafel rekken. En het andere hoogtepunt is dat ik samen bij met meneer Wolters bij het monster van Loch Ness sta. Nessie, kom maar, vriend. Dag meneer. Hoe noem je me net? Vriend. Vriend. We zijn vrienden nu toch? Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Ja. Your words got deeper than a knife. Op de 8e plek staat Luca. Luca is ook een van de mensen die meeging op de reis van Storming Scotland. Hij is ook 6 keer voorgekomen. Het blijft heel saai. Maar hij is weer meer in minuten voorgekomen dan meneer Wolters. En ik denk dat het hoogtepunt met Luca was dat we samen zijn gaan zwemmen in Loch Ness. Wat jullie waarschijnlijk als trouwe kijkers allemaal wel weten. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oh, now I need someone to breathe me back to life. Op de 7e plek staat Linde, die ook 6 keer is voorgekomen. Alleen Linde heeft een hele grote rol gespeeld in Harme Frodo Vlog 100. Waardoor die in minuten net Luca weer voorbij is. En in Harme Frodo Vlog 100 bezorgden wij natuurlijk het bondpakket bij haar. En ik denk dat ook meteen dat het hoogtepunt was. Het huwelijksaanzoek van Leon aan Linde. Ja, vind ik een goed huwelijk. Vind ik een goed hoogtepunt. Got a feeling that I'm going under. Nog op de 6e plek staat Leon, die waarschijnlijk nog in heel veel vlogs gaat voorkomen. Tenminste, Leon, ik weet dat je dit ziet. Ik hoop dat je nog in heel veel vlogs voorkomt. Met Leon heb ik verschillende vlogs opgenomen. Alleen dat waren vaak wat langere vlogs met meerdere opnamedagen. Wat betekent dat je in totaal minder voorkomt. Want als 2 opnamedagen worden samengevoegd tot 1 vlog, dan heb je dus die 2 opnamedagen niet als aparte vlogs, dus dat zijn minder vlogs. Maar hij is dus 6 keer voorgekomen. Waarvan heel veel in Harme Frodo Vlog 100. Waardoor die Linde ver voorbij is. En ik denk dat het hoogtepunt met Leon was dat hij van zijn fiets afviel. Oké, dat klinkt heel hard.
Lead up the world and I. Need your eyes because you can't see my eyes. Because I'm wearing sunglasses. No? I'm wearing the sunglasses. But I know that I'll make it out alive. Op de vijfde plek staat Sam, die maar liefst 7 keer is voorgekomen in plaats van 6 keer, zoals de eerste 5. En Sam die is 7 keer voorgekomen in en de Schotland vlogs en de Amsterdam vlogs en de Schotland reunie. En ik denk dat het hoogtepunt met Sam was dat hij helemaal er doorheen zat op de excursie in Amsterdam voor CKV. Ja, dat is echt het hoogtepunt. Ja, dat weet ik zeker. Met Sam. Sam, wat vind jij van deze dag? We hadden het anders afgesproken. Het zou family friendly blijven. Dus je zou zeggen minder leuk. Ja, maar het is gewoon shit hier allemaal. En wat vind je van de mensen hier? Ja, ook. If I quit calling you my lover. Op de vierde plek staat Tamar. Die ook in 8 vlogs voorgekomen is van Schotland. Maar die is ook voorgekomen in de 100ste Haar Mevrouw de vlog. Dus gezamenlijk is ze 9 keer voorgekomen in de Haar Mevrouw de vlogs. En daarmee is ze ook het meisje wat het allermeest is voorgekomen in de Haar Mevrouw de vlogs van ieder meisje. En het hoogtepunt van Tamar is denk ik dat we samen bovenop de berg stonden op de allerlaatste hikedag in Schotland. Hoi. Hoi. Ben jij nou mijn nieuwe vriendin? Ja. Oh, wat leuk. Bij deze. Ik heb een titel. Move on. You watch me bleed until I can't breathe. En dan zijn we aangekomen bij de top 3. Waar op de derde plek staat Thijs Romeijn natuurlijk. Onze goede vriend. Ik merk dat de kijkers heel erg fan zijn geworden van Thijs. En dat is heel leuk. En ik denk dat het hoogtepunt van Thijs. Met Thijs heb ik er natuurlijk best wel veel dingen meegemaakt. Maar ik denk toch dat het hoogtepunt is dat we samen gingen inbreken in het verlaten gebouw. Dat hoorde eigenlijk in Haar Mevrouw de Vlog 100, maar staat in Haar Mevrouw de Vlog 101. Dus telt eigenlijk niet mee, maar ik wil wel heel even de regels overtreden, want dat was echt een van de allertofste momenten. Nee, ik moet dit niet doen. Ik ga weer. Gast. Nee, jij gaat. Hier, jij mag vloggen. Je kan beter op die paal staan. Wat? Vloggen? Ga je weg? Kom maar, man. Nee, kom! Oh, is dit scherp of niet? Ja. Ik heb 1 keer mijn hand erop gezet. Dat valt mee. Ik heb al 1 laatste van de tv staan met je misschien maar volgende keer wat kom! Kom nou, Harme. Hebben ze ook gedacht dat ik als best had zitten trappen? Is het Harme's kaart? Shaking, falling on to my knees. En op de tweede plek, en hoogstwaarschijnlijk binnenkort op de eerste plek, staat Lucas. Het grappige is dat ik met Lucas heel veel dingen gedaan heb, gewoon samen in de vlog. Dus hij is als eerste in heel veel Schotland vlogs geweest. In bepaalde schoolvlogs. In de excursie naar Hoorn. In Storming Amsterdam 2020. Ook is hij geweest in de vlog van Walibi. Waar hij mij zelfs toe heeft uitgenodigd. En binnenkort gaan Lucas en ik, dat is al geweest als jullie deze video zien, samen naar Duitsland. 250 kilometer fietsen binnen 36 uur. Dus dat worden ook hele vette vlogs, hoop ik. Als het niet de hele dag regent, waardoor ik niet kan filmen. Het hoogtepunt met Lucas is heel lastig. Er zijn echt wel bepaalde grappige dingen. Ik denk dat het hoogtepunt met Lucas toch is dat hij in Haar Mevrouw de Vlog 99 boven in het reuzenrad zat in hoogtevrees had. Lucas vindt het nu al stom dat ik dit benoem. Jouw idee was het om in het reuzenrad te gaan. Waarom? Vraag het even als ik beneden ben. Nee, maar ik wil het graag op dit moment met dit prachtige uitzicht. Een heel kut idee. En voordat ik overga naar de nummer 1, die jullie misschien wel weten, wil ik nog even een aantal mensen bedanken voor het zijn altijd in de vlogs, die deze top 10 net niet gehaald hebben. Waaronder Guido met 4 keer... Harme, Gijven. Jeroen met 3 keer. Vossen met 3 keer. Rins met 4 keer. Filip met 4 keer. Simon met 3 keer. Mart met 4 keer. Milo met 4 keer.
En Christel met 4 keer. Heel erg bedankt voor al jullie toewijding naar mijn vlog. Het is altijd super leuk als jullie erbij zijn. Dus heel erg bedankt daarvoor. En dan gaan we meteen naar de nummer 1. Tripping over myself. I keep begging you to come help. En de nummer 1 is, zoals jullie natuurlijk niet verbaasd, Noah Sandbrink. The legend himself. Met 14 keer in de vlog. En wat er daarmee gebeurd is, is intens. En ik wou eigenlijk als hoogtepunt een hoogtepunt noemen van een beetje de laatste vlogs. Maar als we het echt hebben over de vlogs waarin hij heeft geshined, dan zijn dat juist veel meer de eerdere vlogs. Ik word er helemaal schor van. Maar daarom zie ik als hoogtepunt met Noah, en dat ga jij ook zelf haten, Noah, het moment op de terugweg van Namur. Dus dat kunnen jullie nog even zien. Ja. Dit is de M. Oh mijn god, dit is... En dan wil ik jullie Harme Frodo vlog kijkers heel erg bedanken voor het kijken naar 100 Harme Frodo vlogs. Het is mij de grootste eer om voorgekomen te zijn in bijna alle 100 Harme Frodo vlogs. Dus heel erg bedankt voor al jullie fan zijn, de leuke reacties, de likes, het delen op Instagram van mijn vlogs, het gooien van mijn vlogs in bepaalde appgroepen. Heel erg bedankt daarvoor. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer in betere tijden bij vlogs. Tot ziens. Tot later.